Kom lekker weer zitten, vrouw. Kom lekker weer zitten. En dan gaan we ondertussen naar de headlines van Luc Iking. Ja, zojuist heb je hier op RTL4 kunnen kijken naar Geer en Goor gaan toch nog eventjes door. En voorafgaand aan dat hele spektakel was er een soort relletje, hè, met Connie Breukover. Gordon die had daar ruzie mee eigenlijk. Hij heeft haar gebeld en noemde haar een vuil secreet. Nou, toen heeft Connie dat dan weer aan de media verspreid. Dat telefoontje is op internet gekomen. Sfeertje was dus niet al te best en nu heeft Gordon vanavond teruggeslagen. Je kunt ook vanavond een hele goede daad doen door een eenzaam, zielig oud vrouwtje te bellen. Dat is Connie Breukhoven. Dat nummer is... Ik herhaal. Connie Breukhoven. Hij heeft een hele goede daad. Wel opletten, het gesprek kan opgenomen worden. Ja, het lijkt nu alsof hij aan het schelden is, maar dat is niet zo. Hij noemde twee keer haar nummer in de uitzending. Wij hebben het even weggebliept uiteraard. Daarnaast is er ook nog een tweet de wereld ingeslingerd. Ja, die zou dan door Connie Breukhoven zelf de wereld in zijn geslingerd. En dat is dan met het telefoonnummer en het e-mailadres van Gordon. Geen idee of dit Connie zelf is, maar het staat in ieder geval op internet. Eén grote puinhoop, dus dachten we, laten we Connie zelf maar even bellen. Die was uiteraard onbereikbaar. Het nummer was plat gebeld. Via vriend hebben we haar toch te pakken gekregen. Connie Breukhoven, je hangt aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Is dat jouw tweet geweest? Mijn tweet? Hoe bedoel je? Jij hebt een Twitterbericht gestuurd met het nummer van Gordon. Is dat namens jou? Ik heb helemaal geen Twitter, nee. Oké, dat ben jij dus niet. Ik kom net aan een restaurant. We kregen twee telefoontjes met bedreigingen. En toen gingen er heel veel telefoontjes achteraan. Toen dachten wij, we weten niet wat er aan de hand is. Dus we zijn weggegaan. En ik kom hier net binnen, maar ik heb helemaal geen Twitter, dus ik weet überhaupt nog niet waar het over gaat. Wat is er precies gebeurd? Gordon heeft het nummer genoemd, twee keer live op de zender vandaag bij RTL. En vervolgens gaat jouw telefoon natuurlijk onophoudelijk. Nou ja, ik ben niet meer te bereiken. Ik ben niet bereikbaar voor mijn kinderen als er wat aan de hand zou zijn. Mijn zakenrelaties kunnen mij niet bellen, ook morgen niet, de banken niet. Beveiliging staat op mijn telefoon. De alarmcentrale, alles gaat op mijn telefoon. Dit is allemaal het gevolg van het gesprek zeg maar, wat jij hebt opgenomen en wat uiteindelijk naar buiten is gekomen tussen Gordon en jou. Ja. Heb je hem hierover aangesproken? Wat ga je nu doen? Ik heb hem van tevoren een berichtje gestuurd vanmiddag, want hij ging me ontzettend stalken met berichten van, het is einde voor jouw verhaal en einde dit. En, nou ja, het waren heel veel berichtjes wat ik kreeg en toen heb ik gezegd van, ik laat een advocaat meeluisteren op de televisie. Dus wees van tevoren goed ervan overtuigd en dat je bewust van bent, als je rare uitspraken doet, dat je daarvoor aangeklaagd wordt. Dus jij hebt er nu het gewoon bewust gedaan. Je hebt er nu een advocaat opgezet. Ja, absoluut. Aan de advocaat meester Kalf, die zal tomorrow in ieder geval Gordon, Talpa en RTL aansprakelijk stellen. Voor Gordon zijn uitladingen voor vanavond. Het is haatzaaiing, hè, wat hij heeft gedaan. Je bent woedend, hè? En daar zal een claim uit voortvloeien voor alle schade en gevolgschade. En welke schade heb je precies? Want je bent bedreigd, zeg je. Wat is er dan precies gebeurd? Dat sowieso. Maar ik kan vanavond sowieso, als er hier iets zou zijn, dan kan ik niemand bellen. Ik kan geen politie bellen. Ik kan niemand bellen. Ik zit nu even op een telefoontje van een vriend. En ik kan niemand bellen. Als ik vanavond hier, als er iets zou zijn, ik zou niet weten hoe. Als er iets met mijn kinderen zou zijn, die kunnen mij ook niet bereiken. En ik bedoel, dat telefoontje, dat heb ik helemaal niet uit de rancune gedaan. Dat opgenomen van hem. Hij heeft mij zo ontzettend vaak, ontzettend vaak uitgescholden. Waar de helft van mijn familie aan overleefd is. En dat is niet, niet de K van Knappen. En het is ook niet de H van Hofdame. Dus als je een klein beetje kan denken, dan weet je wel de woorden die hij allemaal tegen mij heeft gezegd. En ik vind het onacceptabel. Dit gaat over een nummer waarin Patty zich niet kon vinden. Waarvan ik zei, Patty, je hebt gelijk. Het is een musical nummer. Ik kan er ook niet lekker aan vinden. Ja. Dit ook niet lekker. Zou er misschien een ander nummer kunnen? Nou, dat was totaal geen probleem. Hij was niet bereikbaar. Maar de mede-organisatie was wel bereikbaar. Als ik even mag onderbreken, dat was Gerardje. Ik kwam hierheen, dus ja. Als je even mag onderbreken, Connie, want gisteren zat Gerard Joling hier. Die zei van, jullie zijn allebei eigenlijk een beetje te ver gegaan door hij, maar door je uiterste... Maar ik zou willen weten bij allebei. Ik begrijp het niet zo goed. Nou ja, hij vindt... Gerard zei gisteren hier aan tafel, hij zei, aan de ene kant is Gordon te ver gegaan met het uitschelden en jij bent te ver gegaan met het opnemen. Ben je dat met hem eens? Dat vind ik nee, dat vind ik niet. Er is er één die te ver is gegaan. Ik laat mij niet uitschelden voor alle dingen wat hij heeft gezegd. Dat doe ik
niet. Ik ben een hardwerkende vrouw, ik ben de moeder van 4 kinderen, 6 kleinkinderen. Ik laat mij niet zomaar uitschelden. En ik vind dat ik je tijd word. Hij heeft het gehad over Barbara Streisand, over het Jodendom. Hij heeft het gehad over de Chinezen. Hij heeft het nu over oude seniele oudjes. Hij heeft het vanmorgen over, vanmorgen in een radioprogramma over Mark van der Linden. Noem maar. Hij heeft zo vaak gezegd, een dik kankergezwel. Zo vaak over mij gezegd, kanker. Ik ben er klaar mee. Ik vind dat het Nederlands publiek nou eens mag horen hoe deze man tegen andere mensen tekeer gaat. Ik accepteer dit niet. He is fighting with the wrong girl. Ik doe het niet. Ik accepteer het niet. Inderdaad is het bandje naar buiten toegekomen. Ik heb het naar Mark toegezonden dat dit zei. Hij is op tekeer gegaan en die heeft het op weekend.nl gezet. En that's it. Ik hoorde het van andere mensen dat het daarop stond, omdat hij had gehoord dat het toch al bij SBS werd uitgezonden en ook bij RTL Boulevard. Mensen mogen eens weten waar dit over gaat. Als hij over oude senielen praat, maar een paar miljoen van in zijn zak steekt, vind ik dat heel laag. Connie, heel het is duidelijk. Ik wens je veel sterkte en veel succes met Kalf, je advocaat. Dank je wel. Oké, fijne avond. Ga ik verder, Umberto? Ik denk dat ze boos is, maar goed. Voetbal gaan we het over hebben. Ajax heeft gespeeld tegen AC Milan. 0-0 is het geworden. Daar gaan we straks over doorpraten. Barcelona heeft ook gespeeld tegen Celtic. 6-1 is het daar geworden. Dus ze zijn verslagen, die van Celtic. En er was gisteren ook, of vandaag eigenlijk, een bizarre voetbalwedstrijd in Istanbul. Galatasaray speelde tegen Juventus. Gisteren begon het na een half uurtje ongeveer te sneeuwen. In no time lag er zo'n 12 centimeter sneeuw op het veld. City. En er kon niet meer worden verder gevoetbald. Dat is vandaag dan weer overgespeeld. Hè? De eerste helft, een klein stukje. En toen ook de tweede helft. Het veld is helemaal schoongemaakt. En nou ja, uiteindelijk is er gevoetbald. En is het 1-0 geworden voor Galatasaray. Doelpuntenmaker Wesley Sneijder. Dus gefeliciteerd daar. En dan het meest bizarre nieuws eigenlijk van deze dag. Gisteren stond er tijdens de herdenking van Mandela een doventolk naast de sprekers. Alleen die doventolk, die kan eigenlijk helemaal geen gebarentaal. Former president Thabo Mbeki. Ja, hier zie je hem wapperen met zijn handen. Maar dat is eigenlijk ook het enige wat hij doet. Een beetje wapperen met zijn handen. En als er dan voor de tv-kijkers nog een doventolk bij komt, blijkt ook dat ja, die gebaren van hem, die slaan helemaal nergens op. Former president F.W. de Klerk. Zij doet ook heel wat anders. Hè? En nou, inmiddels is de juiste vertaling van die man rechts dus ook naar voren gekomen. Ik neem het even met je door wat hij nou uiteindelijk heeft gezegd. Mrs. Graça Machel. Hallo, Zoete Haringen, fitnessblubber. Visite, koffie, USB-stick, seksdolfijn. En Nelson Amandel was echt supergoed in de film Seven. Dat is echt een hele rare uitspraak. Goed, dan was het vandaag een bijzondere dag voor heel veel stelletjes. Want 11 december 2013 en ook nog eens keertje 2:15. Oftewel 11, 12, 13, 14 en 15. Voor het laatst deze eeuw dat er zo'n mooi rijtje gemaakt kon worden. En dus vonden heel veel stelletjes een mooi moment om te gaan trouwen. Want dat is zo lekker romantisch. Leuke datum, makkelijk te onthouden ook. En, dus nee, even, nou, ik had niet gezegd, het is misschien wel leuk voor ons. Ik had gezegd, als je nog een keer een leuke datum, ja, dat een leuke datum zou willen, dan, nou, dan is dit je laatste kans om daar nog gebruik van te maken. Ja, de liefde, zo mooi kan het zijn. En weet je wie er ook verliefd is, Umberto? Weet je er ook verliefd is? Geert Wilders. Hij verklaarde vandaag de liefde aan de zeehondjes van Leni het Hart. Hij bracht vandaag een bezoekje aan de huilers die zijn aangespoeld na de Sinterklaasstorm op 5 december. Nou, in het begin was dat natuurlijk wel een beetje spannend. Hè? Kijk, dan komt hij binnen geglipt. Je komt per slotverrekening niet altijd bij de huilers terecht. Uiteindelijk mochten ze een heel cool wit pak aan en de hele dag samen met Dion Graus met de zeehondjes spelen. Hij werd ook nog wel eens een kruis gebeten, maar dat mocht de pret niet drukken. Uiteindelijk ging Geert weer terug naar Den Haag. Heeft hij Dion Graus ook overgehaald om mee te gaan als ze dan in ieder geval dit weekend naar de dierentuin zouden gaan. Ze namen snikkend afscheid van de huilers. Het was de dag van hun leven. En dan nog een paar opvallende internetfilmpjes. Eentje speciaal voor Ronald. Ik weet niet of jullie bij Ajax nog een beetje een goede rechtsback zoeken die en techniek heeft en een mannetje kan uitschakelen. Dit is hem. Techniek. Die kunnen we gebruiken. Ja, toch? Hij heeft het allebei. In Australië is er een reclame voor condooms verboden. Hij was namelijk too hot for TV, te spicy, te pittig, te seksueel. Zien? Ja. Ja, natuurlijk. Dacht ik wel, stelletje viespeuken. Nou, dit is hem dan. Okay. Can I help you? Yeah, I'm just looking for a condom. Okay, do you know what size you are? Well, we've been overseas, so I know my European size, if that helps. Well, why don't we just try one on? How does that one feel? Yeah, it's good. Real comfortable. You know, it really brings out the color of your eyes. It's very nice. I don't know. I might try one size up. This one feels too big. No. Yeah, this size feels good. Hey, Mum. Yeah, good. Just trying on some condoms with Tyson. Oh, this size is awesome. Hey, the toothpaste is on sale. Oh, yeah?
Sex is more fun naked. So get naked and let the fun begin. Thanks, guys. Come again. Ja. Hij is verboden in Australië. Op internet is dit uiteraard een enorme hit aan het worden. En dan tot slot het filmpje van de dag. Tenminste, als je het aan mij vraagt. Er is weer echt een fantastische versie gemaakt van Barack Dubs. Dat zijn jongens en die hebben echt monnikenwerk om telkens stukjes van Barack Obama los te knippen en daar dan een liedje van te maken. Dit is Barack Obama zingt Jingle Bells. This is Mel in a one-horse open sleigh for the field we go. Laughing all the way. Bells on the ring. Making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ongelooflijk. Dankjewel, Luc.